Serieus, er zit een spin op mijn videoscherm. Tussen de rijstvelden op mijn veranda. Ik kreeg hier ineens een inzicht wat ik toch even met jullie wilde delen. Ik hoop dat jullie me überhaupt kunnen verstaan, want naast me zit een koor van krekels in mijn oor te gillen. Niet het juiste moment, niet het juiste moment. Maar dat is eigenlijk precies het inzicht wat ik met jullie wilde delen. Er is altijd een koor met krekels dat gilt: je kunt nog niet aan je website werken, want daar heb je nog niet genoeg verstand van. Of daar heb je geen tijd voor, of je hebt geen marketingteam. Je hebt niet genoeg verstand van SEO, je kan niet schrijven. Zo kun je 100 redenen bedenken waarom jij eigenlijk weet dat je met je website of je marketing aan de slag zou moeten als je meer boekingen wilt. Maar waarom je toch zelf bedacht hebt dat dat eigenlijk een slecht idee is. Maar wat het is, is dat zolang je je tegen laat houden door dat koor met krekels wat in je oor zit te gillen, dat je het niet moet doen, dat je eigenlijk nooit uit je bedrijf gaat halen wat erin zit. Wat je hiernaast ziet is een rijstveld. De boer die hier rijst verbouwt, die verkoopt ook gewoon een product. Dat is natuurlijk een heel tastbaar product. Maar als die man niet uitgezocht had hoe hij het beste rijst kon verbouwen, en als hij geen plantjes had gekocht en die niet iedere dag water had gegeven, dan kon hij niet met zijn rijstbalen naar de markt om die te verkopen en zijn gezin te onderhouden. Nou zijn onze reizen of excursies misschien minder tastbare producten dan de rijst van die man, maar uiteindelijk werkt het precies hetzelfde. Als je zorgt dat je basis in orde is, dat je een goede website hebt, een marketingstrategie die past bij jouw budget, tijd, huidige situatie van je bedrijf, dan kun jij ook op een efficiënte manier meer boekingen binnenhalen. Ik zou het heel leuk vinden om ook met jou mee te kijken, want het maakt echt niet uit wat je situatie is. Dat koor met krekels blijft toch wel tegen je gillen. Zet je er gewoon overheen. Ik heb ook geen balverstand van video, maar ik ga hierna gewoon iemand zoeken die me helpt om deze video te monteren. Had ik me tegen laten houden door de koor met krekels, dan was er nu helemaal geen video geweest. En ik denk toch dat dit zo'n waardevol inzicht is. Dat ik jullie ermee geholpen heb. Meld je gewoon even op mijn site aan voor een strategiegesprek. Of stuur me gewoon even een mailtje of een belletje als je dat fijner vindt. En laten we samen aan de slag gaan om ook voor jou meer boekingen te gaan realiseren. En in elk geval dat irritante koor met krekels uitschakelen. Want serieus, er is echt geen reden om niet aan de slag te gaan. Ik hoor je.